Dat was voor mij de grote vraag. Hoe heb je het in godsnaam in je botte kop gehaald om lid van de NSB te worden toen Nederland al bezet was? Frits Kappers uit Hoogeveen kwam geestelijk helemaal in de knel door het NSB-verleden van zijn ouders en de manier waarop zijn moeder hem heeft opgevoed. Lesgeven als leraar is de strohalm waarin hij zich vasthoudt. Totdat op zijn 35e ook dat draadje knapt. Jan, ik ben ziek. Ik ga naar huis. Ik weet niet wanneer ik terug ben en ik weet niet of ik ooit terugkom. Toen ik echt instortte, toen was ik 36 en toen realiseerde ik me dat ik met de beste wil van de wereld niet in staat was om gewoon normaal contact te leggen met mensen. En toen kwam ik hier. Ja. Wat gebeurde hier? Dan moest je keihard om hulp gaan lopen schreeuwen bij de binnenkomst. Help me! Help me! Daar was 24/7 was daar therapie. Alles was therapie daar. En de basis van die therapie was confrontatie. Dat je gewoon eens durft te laten zien dat het je allemaal te veel is. Dat je helemaal niet meer weet wat je moet. En zoals je daar vanochtend mee omging, dat vind ik hartstikke goed. Er werd gezegd, jij alleen kunt het doen. En je kunt het niet alleen. En daar heb je je vrienden voor nodig die je de waarheid zeggen. En die zitten hier. Dat zijn je nieuwe vrienden? Ja, het waren in ieder geval lotgenoten die alle smoesen kenden. En daardoor konden ze me wel een spiegel voorhouden. Waar ik ze heel vaak kwaad om was. Ja, je wil niet in de spiegel kijken. Dat wil niemand. Ik heb hier echt mezelf vrij leren voelen. En leren zien waar ik onder gebukt ging. Ik heb de molensteen ontdekt die ik om mijn nek had. En als je die kent, dan kun je hem gaan slopen. Dat heeft wel het verschil gemaakt tussen dood willen en blij zijn met een nieuwe dag. Daar heb ik ontdekt dat het alles te maken had met mijn opvoeding. Hoe ik opgegroeid ben. Geïsoleerd opgegroeid. Het afgeschermd leven. Het was buiten die tuin was het gevaarlijk. Volgens je moeder? Ja. Een kind leert in de eerste 6-7 jaar leert hij vriendjes maken en zo. Heb ik niet geleerd. Vind ik nog steeds moeilijk. Sociaal heb ik weinig geleerd in die eerste jaren. En toen ik 10 was, toen heeft mijn moeder haar bekentenis gedaan. Want ze wou niet dat ik het van een ander zou horen. En op school werd de Tweede Wereldoorlog behandeld. En op school waren er kinderen die vroegen in de klas waarom die NSB'ers niet opgehangen waren. En toen kwam ik in een loyaliteitsconflict. Dat gaat over je moeder, maar je haat je beide ouders. Ja, mijn moeder omdat ze ons vol angst in het leven heeft neergezet. Laat niet zien wie je bent, laat nooit horen wat je denkt. Ja, mijn vader omdat hij in de oorlog keuzes heeft gemaakt waar ik hem nooit op ter verantwoording heb kunnen roepen. Want toen was hij al dood. Maar dat had je graag gewild? Ja, dolgraag. Dat was voor mij de grote vraag. Hoe heb je het in godsnaam in je botte kop gehaald om lid van de NSB te worden toen Nederland al bezet was? Dan ben je toch een domme klootzak. Mijn vader is tot het inzicht gekomen dat hij een foute keus had gemaakt. Mijn moeder niet. Frits reconstrueerde jaren later in het Nationaal Archief de keuze van zijn vader en wat hij in de oorlog deed. Nu heeft hij een autobiografische roman geschreven over die geschiedenis. Maar dat was niet om het van zich af te schrijven. Nee, ik heb het naar me toe geschreven. Ik heb mijn ouders herschapen. Ik had een hekel aan mijn ouders. En de ouders die ik nou geportretteerd heb, daar ben ik van gaan houden. Heel dubbel, maar wel heel lekker. Is dat de werkelijkheid naar je hand zetten? Ja. Of is dat extra therapie? Beide, denk ik. Is er nou iets af? Ja, af. Ja, er staat wel een punt. Uitroepteken eigenlijk. Er staat een uitroepteken achter.
Het is puur beloning. Toen ik voor het eerst hier kwam op de dodenherdenking, toen heb ik voor het eerst ook beseft dat het goed is dat dit gebeurt. Mijn moeder vond het eigenlijk altijd maar schijnheilig. Hier heb ik voor het eerst zonder schuldgevoel aan de dodenherdenking meegedaan. Voor die tijd sloot ik me altijd op en sloot ik me ervoor af. Het is gewoon fabrieksmatige moord geweest. En daar hadden zij aan meegewerkt. Zo voelde dat. En vanaf dat moment kon ik het loslaten en had ik mijn eigen mening zonder me daar schuldig over te voelen. Dat ik geen verantwoording aan mijn moeder hoefde af te leggen omdat ik vond dat je hier wel moest zijn. Toen was ik vrij van haar. Ik heb het in het boek beschreven als hier vond mijn bevrijding plaats. Voor Frits is er maar één iemand die het eerste exemplaar mag hebben. Dag Els. Dag Frits. Hi. 35 jaar later. Waar ben je? Ik ben toen na die sessie met jou op het dieptepunt was gekomen, ben ik weer gaan klimmen. Dankzij de therapie heb ik nu al de helft van mijn leven in de zon geleefd. En nog even, en dan is dat de grootste helft van de twee.